eerst en vooral het is belangrijk dat ik speel met oog op het WK volgend jaar in Rusland. Dus dat was zeker een belangrijke overweging. En ja, oké, Anderlecht is kampioen geworden. En ja, die Champions League dat erbij hoort. Okay. Dus ja, zoals ik zeg, ik heb niet lang moeten twijfelen als ik wist van de interesse van Anderlecht. Eerst en vooral ga ik proberen natuurlijk zelf mijn niveau terug op te krikken. En okay, als ik anderen daarbij kan helpen, dan zal ik dat met veel plezier doen natuurlijk. Ja, ik ben heel blij dat ik natuurlijk mag spelen in het Constant van de Stokstadion voor een landskampioen zoals Anderlecht.